Er moet meer leven komen in het wijkcentrum Het Slot aan het Kastelenplein in Gestel. Dat vindt een groep actieve bewoners in de buurt. Want als er niets gebeurt, dreigt het wijkcentrum en daarmee de omliggende buurten af te glijden. De vergrijzing die in deze wijken heel snel toeslaat. De huizen zijn veelal sociale woningbouw. Het overgrote deel. Nou, daar hoort een bepaalde problematiek bij. Nou, als je dus vanuit de maatschappelijke kant gaat kijken, dan is er toch wel behoefte om daar wat meer activiteiten in te doen. En je zult die mensen moeten helpen. En anders dan zal deze buurten, die zouden wel eens snel kunnen afglijden. En dat is onze grote zorg. Kijk, de drie wijkverenigingen zouden meer gebruik moeten maken van het wijkgebouw. Samen. En samen dingen doen. En dat gebeurt nou niet, want ieder doet zijn eigen ding eigenlijk. De mensen komen echt niet meer naar dit gebouw gewandeld, want men krijgt een gevoel van onveiligheid. Dat gevoel van veiligheid, als je dat kunt verhogen, dan heb je ook weer een kans om naar dit gebouw toe te komen en te zeggen, daar heb ik wel wat te doen. Nu gebeurt er wel het een en ander in het wijkcentrum, maar het is veel te weinig, vinden de bewoners. Er zou meer zorg voor elkaar moeten zijn in de buurten Ooievaarsnest, Hanenvoet en Genderbeemt. Met het wijkcentrum als centrale plek. Als je het maar heel dun raakt, dan komt hij altijd wel ergens uit. Zie je wel? Kijk, de wijkverenigingen komen hier één keer per jaar voor een jaarvergadering. Ja. Of één keer in de 40 jaar voor een jubileum te vieren. En een balpen uit te delen. Dat is alles. Dat is te weinig. Maar ze kunnen veel meer reuring. Zorg dat er wat activiteit gebeurt en gooi de deuren open. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een repaircafé waar bewoners kapotte spullen naartoe kunnen brengen en anderen ze weer kunnen maken. Een buurtboodschappenservice voor ouderen of een plek waar muzikaal talent uit de buurt een podium krijgt. En dan is niet alleen het wijkcentrum de plek. Die nieuwe activiteiten kunnen ook de leegstand aanpakken. Dit was de sauna vroeger en helaas is die failliet. Maar er was hier een bruisend gebeuren, maar er kwamen allemaal houtmethoden die kwamen in anonimiteit hier naar de sauna. Je zou hier bijvoorbeeld een hartstikke mooie locatie om dammen of schaakclubs hier neer te zetten. Ontmoetingsplekken voor verenigingen als Zonnebloem of wat dan ook. Die plannen zijn heel hard nodig. Alleen om het heel Kastelenplein op te knappen. Waarom is het zo hard nodig? Nou, ik zie maar al mijn leeg winkelcentrum hier zitten. Ik bedoel, dan gaat de rest ook gaat naar beneden, hè, van de wijk. Hè. Dat is, zeker als je lege panden hebt. Ik bedoel, die sauna moet eigenlijk iets gebeuren. De komende tijd zijn de buurtbewoners druk bezig op zoek naar vrijwilligers om alle plannen uit te kunnen voeren.